Dus hier hebben we de Eurolight LEDPAR 56 LED. Er zitten 151 LEDs in. DMX in en in-out. Dan heb je hier een heel programma in zitten. Dus wat gaan we doen? Ik heb de verlengsnoer. Steek hem erin. Als dat maar lukt met één hand. En we krijgen rood. Dan heb je hier het programma. Nee, dat is channel 5. Je hebt je colors, 1 tot en met 7. 1 is rood. Dan heb je 2 is groen. Dan is 3 is blauw. 4 heb je lichtblauw. En hoe maken we dat? Groen en blauw. Dan heb je 5. En dat is violet. Dat maak je met blauw en rood. Dan heb je channel 6. Dat is een beetje groen-geel. Het zou geel moeten zijn. Nou, dan maak je met rood en geel natuurlijk. En dan heb je de 7, dat zou wit moeten zijn. Dan heb je een beetje lichtblauwig, zeg maar. En dat zijn alle letters. Dan heb je het volgende programma. 1 is dat die tik naar de andere kleur. Elke 3 seconden. Programma 2 is dat die mooie fade naar de andere kleuren. Dus even wachten. Zie dat die verandert. Programma 3. Wat is programma 3? Dat was volgens mij dat die 3 kleuren in 3 seconden verandert. En als 4 denk ik alle kleuren. 3 kleuren. En dan zie ik dat die ook wat. Dat het slinger doet. Wat is 5? Dat is ook nog een mooie vraag van mij. En 6 gaat hij op geluid. Dus gooi je wat harde muziek. Prachtig. Dan heb je hier 500 tot en met 599. En dat is de sterkte. Nu zeg maar zet hij uit, microfoon. En dat is de sensitivity, de gevoeligheid van de microfoon. En, en dan heb je een gare bastest hier. Maar normaal wordt hij mooi op de bas te gaan. Dus net 30 seconden schakelt hij uit. Ja. Mooi dingetje. Voor een mooi prijsje. Dan heb je hier nog de Showtech Diesel. Wit. En dan heb je de strobo ook van Showtech. En dan heb je de Scatmove van Showtech. Zo'n mooie flower, stroboscoop en een LED bar. Statief. Dus ik hoop dat je me goed hebt gehoord. Dus dit was DJ Tim en.